Sportpark De Boshoek in Hardenberg. Daar de meegereisde AZ-fans. Lange reis gemaakt. Hier de hondstrouwe fans van HHC Hardenberg. Die al ruim een uur in de regen staan te wachten op dit prachtige affiche voor hun club. Ze zijn de nummer 7 van de tweede divisie. AZ is de nummer 4 van de eredivisie. Madai ziet ruimte bij Van Brederode. Die is eerder bij de bal dan Bouws. Schot van Van Brederode, de redding van Maats. Echt serieuze doelpoging van AZ. Vreemde bal van Manuhutu. Die opgepikt wordt door Pavlidis. Dan is de organisatie een beetje weg bij HC. En is hier Cassius. Redding. Maar dan Van Brederode. Komt hij tot een schot? Ja, maar de bal gaat naast. Hele strafschopgebied omgeploegd door AZ om maar een doelpunt te maken. Maar ze komen voorlopig niet langs Jorik Maats. Ze hebben vaker gestunt. Hier is Adai. Handig balletje Pavlidis. En dan zit hij wel. Vangelis Pavlidis lukt het wel om Maats te passeren. Daar is de keeper van de HC niet happy mee. Maar het kan ook een compliment zijn dat er een spits van het kaliber Pavlidis voor nodig is. Om hier de band te breken voor AZ. Mulder naar Bouws. Goeie bal naar Van der Leij. En aardig wat bezetting ook. Hier komt nog een kans aan voor HC en Owusu Oduro. Red op het schot van Drost. Dit zal de Hardenbergse burger moed geven voor de tweede helft. En aan de andere kant gaat Adai nu nog een keer. Adai blijft op de been, heeft de bal en stuit op Maats. Cruciale redding van die keeper van de HC. Dan zitten voorproefjes van de tweede helft. Laat hem dan maar snel beginnen. Overname HC. Dat echt brutaler en brutaler wordt. En hier de vrije trap krijgt. Zoek is naar Fatima en Mulder. De voet van Jones. Daar is Fatima! Daar is de 1-1! Serge Fatima! Het werd meer en meer voelbaar. Op de Boshoek dat er wat in zat. Verdedigend was hij al een paar keer belangrijk. Met zijn lengte, met zijn kopkracht. En iedereen bij AZ zal gewaarschuwd zijn. Voor Serge Fatima. Onderweg Huis, dat is een goede bal. Van der Leij kiest positie, Drost. Perst ook nog een weg naar het doel. Daar is Drost bijna. Oh, AZ. Wat doe je? De nummer 4 van de Eredivisie is helemaal van het padje. Hier in Hardenberg. Bazour. Odgaard. Heeft hem voor zijn linker. Dan is hij gevaarlijk. En hij schiet hem binnen, Jens Odgaard. Uitgerekend tegen HAC maakt hij zijn eerste van het seizoen. We hebben weinig kunnen lachen nog dit seizoen, Jens Odgaard. Een beetje verslagenheid toch wel. Hier op de tribunes
van Sportpark de Boshoek. Odgaard met een poging. Die eindigt bij Sadiq van Bommel. Gaat AZ de wedstrijd in het slot gooien? Nee. Wordt voorkomen door Jorik Maats. Die zich nog maar een keertje kan onderscheiden. Komt er nog een kans? Eigenlijk komt er altijd nog een kans. Een schietkans bijvoorbeeld. Een schietkans! En een doelpunt voor HHC Hardenberg. 2-2. Het is onvoorstelbaar. Het is onvoorstelbaar, maar toch ook weer niet. Het is Jurie Church. Schitterend binnengeschoten. In de allerlaatste minuut. Of gaat het toch nog mis voor HHC? Odgaard is weg. Odgaard en de redding van Maats. Nog een blok. Pavlidis wil bij de bal komen. Hens. En even ademen. En we gaan verlengen. Dankzij maar weer een redding van Jorik Maats. Pavlidis, Odgaard, De Wit. Daar gaat Sugawara, die heeft veel ruimte. Schiet tegen Maats aan. Hard genoeg die inspeelpaas van Sadiq Pavlidis. Sugawara. En daar is hij weer. Jorik Maats. Corner AZ. Fatima. Er ligt iemand in de modder. Bal ligt stil. En dan komt er een schot. En gaat die bal binnen. Staat AZ toch weer op voorsprong. Ruben van Bommel, de gevierde man. Zij peppen elkaar nog een keer op. Als die corner daar blijft liggen, dan is het één grote chaos. En tikt van Bommel die bal uiteindelijk binnen. AZ wint met 3-2 bij HHC Hardenberg. Het winnende doelpunt van Ruben van Bommel zorgt ervoor dat AZ voor het 16e seizoen op rij de laatste 16 haalt.